Ik heb een vrij groot team, ben ik verantwoordelijk voor binnen KPMG, 220 mensen. Ik schat dat zo'n 40, 50 daarvan een niet traditioneel Nederlands achtergrond hebben. De bewustheid dat als ik iemand spreek, de eerste keer dat je iemand ziet, zie je dat iemand een andere achtergrond heeft, maar daarna ken je iemand en dan maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit. Maar als je aan de andere kant zit, dan ben je toch voortdurend van bewust dat je toch een wat andere achtergrond dan anderen hebt. En het is belangrijk dat we ons dat voortdurend blijven realiseren, omdat je anders mensen kwijtraakt als je niet oppast. En dat heb ik ervan geleerd. Zelf vond ik de mooiste vraag vanuit mijn mentor, daagt je omgeving je uit? Alleen voelde ik aan alles dat toen hij mij die vraag stelde, dat ik er te lang over na moest denken. En eigenlijk zegt dat al voldoende. Dat ik niet wist van oké, wie daagt me dan nog uit en wat dagen we dan nog uit? En toen ben ik met mensen in gesprek gegaan binnen de organisatie. Nou, ik zit nu op een afdeling waar ik minder in mijn comfortzone zit. En enerzijds de uitdaging, de inhoud. En aan de andere kant is het helemaal goed om te zien, om te kijken waar ik zelf sta als leider. De kernboodschappen van wat ik gedeeld heb vandaag is zorg ervoor dat je lekker jezelf blijft. En dat je jezelf niet verliest. En als je nog niet helemaal weet wie jij nou eigenlijk bent, zorg dan dat je erachter komt door vragen te stellen of testen te doen. Nou, de kracht van een mentor is voor mij essentieel. Ik heb verschillende mentoren gehad in de afgelopen jaren die mij verschillende dingen hebben kunnen leren. Dus ja, ik geloof enorm in de kracht van mentoren. Dus ik ben ook erg blij dat een cross-mentoring programma heeft.